Goedendag, welkom bij deze presentatie. Mijn naam is Erwin Gijsels. Ik werk bij Sanel, de importeur van Maxhub Displays voor Benelux, importeur-distributeur. Vandaag gingen we iets meer vertellen over de videoconferencing mogelijkheden met de Maxhub Displays, zoals ik er hier bij mij eentje heb staan. Mijn collega Patrick Hermans, onze productmanager, zou ons vervoegen, maar die kan helaas last minute er niet bij zijn. Daarom zullen we hem even contacteren via Teams met dit display. Ik heb hier een display, ingebouwde PC met het Maxhub operating systeem, ingebouwde camera, ingebouwde microfoon, all in one. Dus ik heb geen aparte apparatuur nodig. Alles zit meteen heel mooi geïntegreerd in mijn display. Ik heb Patrick daarnet al via Outlook Agenda een invitatie doorgestuurd voor een Teams call en de gegevens ga ik invoegen in mijn scherm om hem te contacteren. Ik open de Teams applicatie en dan krijg ik de mogelijkheid om deel te nemen aan een meeting, join meeting. Ik geef het ID van de meeting in, nummer 314-471-118-004. En vervolgens het paswoord ook ingeven. Zo, even kijken. Ja, dat is juist. Join meeting. En dan gaan we even kijken of Patrick klaar is om ons te vervoegen. De Teams-applicatie wordt dadelijk opgestart. Zodat we met Patrick in gesprek kunnen treden. Van op afstand. Dadelijk krijgen we de typische interface te zien die de Teams-gebruikers wel kennen. Nu deelnemen, join now. En het leuke is dus, ik heb geen laptop die ik moet meenemen, ik heb geen USB-connector aan te sluiten, ik heb geen HDMI-kabel aan te sluiten, ik hoef niks mee te nemen. Ik kan volledig gaan conferencen met alle informatie, het hele display, alles wat erop zit, geïntegreerd, alles ingebouwd. En hier hebben we verbinding met Patrick. Dag Erwin. Ja, nog even wachten. Oh, oké, hier zijn we. Dag Patrick, goedemiddag. Dag Erwin. Ik haal het vandaag voor je opname van de Maxhub display, maar laten we hem gewoon gebruiken en we kunnen samen nu de video verder doen van afstand met de conferentie. Fantastisch, dankjewel Patrick. Wat ik wou doen, ik wou even nog van op mijn laptop een presentatie delen met jou, want dat is natuurlijk een typische toepassing. Mensen gaan heel dikwijls in een videokaal die denk om elkaar willen zien en spreken en horen met de camera en microfoon. Dat gaat allemaal mooi. Maar ik heb ook nog mijn eigen laptop waarbij ik content wil streamen naar jou. Ik heb daarvoor de typische dongle die Maxhub ook voorziet. Ik ga even verbinding maken en dan krijg ik hier op het scherm laptop even uit zijn slaap halen. Even kijken. Zo krijg ik hier mijn laptopbeeld te zien, maar ik wil jou toch nog ook kunnen zien, Patrick. Dus ga ik even terug naar mijn Teams call. Dus ik heb nu een verbinding gemaakt met de laptop en mijn display. En wat ik nu ga doen via de functie Share in Teams, die kennen we allemaal wel, het witte vakje met het pijltje erin, kan ik nu verbinding maken met de Maxhub Air Receiver. En nu zie jij heel mooi mijn bureaublad van mijn laptop tevoorschijn komen. Ja, dat zie ik inderdaad. Ja. Even kijken via splitscreen. Ga ik splitscreen en het is een stukje handiger om te zien. Nu zie je, ik zie Patrick en ik zie het computerbeeld dat gedeeld is met jou aan de tweede kant. Ja. Leuk is ook dat ik vanop mijn display vervolgens interactiviteit en touchback functie houd. Dus ik kan op mijn display nog steeds mijn laptop bedienen en Patrick ziet ook die informatie verschijnen. En ik kan nu heel mooi de PDF gaan openen die ik had klaarstaan over het Maxhub scherm. En dit laat toe om een presentatie te geven en vervolgens naar de volgende slide te gaan, de verschillende functies te gaan tonen op het scherm. Ja. Nu, Patrick, ik heb net de meeting gecreëerd. Ik ga even terug jou in vol scherm zetten, Patrick. Ik heb net de presentatie getoond en de verbinding gecreëerd door de ID, de telefoonnummer en het paswoord in te geven manueel in de functie Join Meeting van de Teams-applicatie. Maar dat kan ook eenvoudiger, hè? Dat kan eenvoudiger. Ja. Kan je daar misschien iets over vertellen? Klopt. Voor veel mensen gaat het een beetje onhandig zijn om met zo'n Meeting ID te werken. Dan moet je hem al bijna gaan opschrijven. Het is veel handiger om te werken met een Outlook Online agenda. En het is logisch dat we zeiden reeds een paar keer al dat de Maxhub
ISP's, de interactieve schermen, dat dat een Windows-platform is. En ik gebruik nu de Teams-applicatie rechtstreeks in dat scherm. Het is Windows, dus met andere woorden kan je Outlook-agenda's gaan gebruiken. Een Outlook-agenda die hoort bij dit scherm. Je kan het scherm bekijken als een ruimte. Het is ruimte A, waar het scherm zich bevindt. Dus dat is de locatie. Je kan een meeting plannen maandag volgende week van 9 tot 10. En het Maxup-scherm zal op zijn homescreen tegen maandag 9 uur tonen dat er een meeting zit aan te komen op dat device. Die komt dan rechts te zien. Dat werkt wel. Ja, die krijg je dan rechts te zien op je scherm. Naast de widgets krijg je een heel mooie kalenderweergave van de hele agenda van de verschillende meetings die gescheduled zijn en die waar je wil aan deelnemen. Hè? Ja, precies. Ik ga een fout woord gebruiken. Mensen zouden kunnen denken, het lijkt wel aan een NTR. Het is geen NTR, maar het gevoel van een NTR, een Teams room. Want die agenda hoort een beetje bij de display, en dat maakt het voor mensen heel makkelijk. Ja, precies. Ja. Nou, dat is een duidelijke uitleg, Patrick. Dank je wel hiervoor. Wij zien jou nog steeds heel mooi, heel helder, heel klaar. Blijkbaar, jij ziet ons ook heel mooi. En het leuke is ermee aangetoond dat we met een Maxup display op een heel mooie geïntegreerde manier gaan aan de slag kunnen. Hè. Naast het draadloos werken, naast annoteren, naast presenteren, kan je dus ook gaan videoconferencen. En het leuke is, je bent niet gebonden aan Teams. Je kan het ook gaan doen met Zoom, je kan het doen met WebEx, je kan het doen met andere applicaties. Het maakt niet uit welke platform je verkiest. Je kan die allemaal installeren op de ingebouwde PC-module en je kan die via de widget gaan openen en gaan gebruiken. Ja, one screen and you pick your solution, inderdaad. Dankjewel Patrick voor deze bijdrage. Ik ga de verbinding verbreken en we zien elkaar wel zodra je terug op kantoor geraakt. Inderdaad. Bedankt. Zo, tot zover deze presentatie over de Teams-applicatie op ons Maxup display. Uiteraard, zoals aangegeven, kan je ook presenteren en draadloos werken. Hoe dat werkt, dat kan je zien in de andere clipjes die we voor u hebben gemaakt. Dank u voor uw aandacht.